vallen. We gaan kijken wie als eerste heel sterk aan de hek is. Dat is van 998. Dat is Emiel Rapenshorst, die de hele dag al heel sterk rijdt. Maar wie volgt hem daar dan de eerste bocht in? Dat is de tweede positie. Maar de tweede positie wil al 599. Dat is al best die opdracht. De vierde plek heeft hij nu gewoon 2,6. Robby Heijn als het goed is. Maar de eerste plek is nog steeds Emiel Rapenhorst. Maar er zit een man gruwelijk dichtbij. En wat gaat hier veranderen in het systeem? Wat gaat hier veranderen?